Goedemorgen, gemeenteleden en gasten, hier in de kerk aanwezig of op afstand met ons verbonden via de livestream. Hartelijk welkom in deze dienst. In deze dienst gaat voor onze eigen predikant, dominee Van der Ree. In de schriftlezing is deze morgen Psalm 35 en het thema van de verkondiging is: Ik ben uw heil. Mededelingen namens de kerkraad. Deo Valente, woensdag 17 juli 2024, zullen Martijn van Kruistum, Baardgras 45, Veenendaal, wijk 1, en Annelies Schepers, Torenmolen 99, Barendrecht, gaan trouwen. De kerkelijke bevestiging zal plaatsvinden om 14:30 in de Pnielkerk hier. En dominee Mulder zal in deze dienst voorgaan. Toekomstig adres: Proosdijerveldweg 27-2 in Ede. De collecte in deze dienst is voor pastorale activiteiten, zending en evangelisatie, waaronder de poster. En voor onze gasten, de poster is een pioniersplek in Veenendaal die uitgaat van de hervormde gemeente, met name de Vredeskerk en onze eigen christelijke gemeente Pnielkerk. En de meneer Visser is als buurtpastor aan deze plek verbonden. De bankcollecte voor de vaste kosten van de kerk kunt u op de gebruikelijke wijze overmaken op het rekeningnummer van de kerk. We zingen nu de psalm die een deel van de kinderen deze week op school geleerd heeft, Psalm 121, vers 1 en 3. En de kerkraad wenst u en jou een gezegende dienst toe. Thank you.
Laten wij onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus, zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we samen gaan zingen uit Psalm 27 en daarvan het vierde en het vijfde vers. Een psalm die zingt over vijanden die het op de dichter hebben gemunt. En dat zullen we ook tegenkomen in Psalm 35. En in Psalm 27 zingen we: God zal mijn hoofd nu boven vijands bende verhogen. Dies daarom wil ik met blij geschal in zijn tent, de tabernakel, het offer opwaarts zenden, waar psalm en lied zijn lof vermelden zal. Psalm 27, vers 4 en 5.
Wij ontvangen vanmorgen de wet die de Heere heeft gegeven, opdat wij onze zonden kennen en die belijden aan de voeten van de Heere Jezus, om van Hem genade te ontvangen. En ook om ons leven daarna te richten uit dankbaarheid, want Zijn geboden zijn goed. En wij zingen daarna uit Psalm 119, het 29ste vers. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. Een God van verlossing is Hij. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, onnodig, ondoordacht gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de rustdag, de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken. U zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze woorden samengevat en gezegd: U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand, dat is met al uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede daaraan gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Op deze twee geboden rust het hele woord van God. Laten wij nu het aangezicht van de Heere zoeken in ons gebed. Wij willen in de dankzegging denken aan zuster Boers van de Meendijk 5. In Bennekom, zij is thuisgekomen uit het ziekenhuis waarin ze eerder was opgenomen vanwege een licht herseninfarct. Wij denken in onze voorbeden aan het gezin van Hans en Lydia Bentum, Kaardenbol 6. De vader van Lydia is afgelopen woensdag ontslapen in de leeftijd van 80 jaar.
Wij denken in onze voorbeelden ook aan broeder A. Diepeveen van de Spoorlaan 11. Uit onderzoek is gebleken dat hij kanker heeft aan de dikke darm. En er zullen nadere onderzoeken plaatsvinden. Wij bidden voor Nina Hendriksen van de Bosmahof 75. Zij moet woensdag 17 juli een hartonderzoek ondergaan in verband met een eerder gevonden genetische afwijking in de familie. Wij bidden voor zuster Houdijk Aalbers van de Hertogenlaan 4. Ze is in het ziekenhuis opgenomen met darmklachten deze week en die werden veroorzaakt door bijwerkingen van medicijnen. We mogen ook de Heere danken dat zij inmiddels weer huiswaarts is gekeerd. En we willen ook bidden voor zuster Janette de Kieviet van de Vondellaan 73. Uit onderzoek is gebleken dat haar hart een sterk verminderde pompfunctie heeft. En dit zorgt ervoor dat ze erg moe is en weinig energie heeft. Laten wij samen bidden en danken. Heren, wij komen tot u als gemeente nu we door u weer zijn geroepen en we hebben de gang gemaakt naar uw huis of we hebben thuis ons klaargemaakt om daar de dienst op afstand te beluisteren. En wij danken u, Heren, dat we als gemeente dan voor uw heilig aangezicht mogen komen met onze gebeden. Heer Jezus, u heeft zelf uw discipelen en uw kerk geleerd dat dat mag en dat dat kan, dat er een mogelijkheid is om naar u toe te gaan, Heren, om u aan te roepen in ons gebed. Wat is dat een heerlijk voorrecht, dat wij op een ochtend als deze, gezamenlijk, onze ogen sluiten, onze handen vouwen en dan naar u toe gaan en bij u mogen zijn. En Heere, wij weten dat u het bidden hoort. Dat heeft u zelf gezegd in uw woord. Wie u zoekt, die mag vinden. En u neigt uw oor tot degene die u aanroepen. Heere, zo roepen wij u aan. Als de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. En wij bidden u of u ons vanmorgen een gezegende dienst wil geven. Zegen ons door de prediking van uw woord. Heere, laat dat voor ons gezag hebben, krachtig mogen zijn. Want u bent het, Heere, die spreekt. Daar mag ook een dienaar van u achterweg vallen. Heilige Geest, wilt u zo ook in ons midden komen om uw eigen woord toe te passen in ons hart. Het daar weerklank te laten vinden. Opdat wij u zelf ontmoeten, Heer. U, die heilige God, die hoog woont en troont boven deze aarde. En die tegelijkertijd zo nabij is. Nabij u is het woord. In uw mond en in uw hart. Heere, spreek zo vanmorgen tot onze ziel. Geef dat het niet maar een boodschap is die ergens buiten ons blijft. Maar dat we het op onszelf betrekken. Dat we voor ons persoonlijk gaan luisteren wat u te zeggen hebt. Welke weg u ons vanmorgen wijst. Waar u ons terecht wijst en vermaant en waar u ons bemoedigt en vertroost. Opdat wij zo, hier de weg achter u aan zullen vinden en zullen gaan. De weg die is naar uw woord, waarvan u hebt gezegd, Heere, dat dat de enige weg is die ten leven leidt. Heere Jezus, wil zo ook uzelf aan ons openbaren in al uw heerlijkheid. In de heerlijkheid van uw genade en uw ontferming over zondaar. En Heere, wilt u dan zo tot ons spreken, hier in de kerk en ook thuis als we op afstand verbonden zijn. Heere, wilt u ons een gezegend samen zijn geven. Wij willen ook bidden, Heere, voor hen die te maken hebben met ziekte en zorgen. We danken u dat onze zuster Boes mocht thuiskomen uit het ziekenhuis en dat ze daar opgenomen werd. En wij danken u, Heere, dat het mag meevallen, dat de gevolgen ook mee lijken te vallen.
Heren, tegelijkertijd is dit ook zo'n ernstige gebeurtenis die je meemaakt. Wilt u dicht bij haar zijn? Wilt u haar beschermen? En geef, Heren, dat ze zich geborgen mag weten bij u. U bent een machtig God. Van wie anders hebben we onze hulp te verwachten dan van u die hemel en aarde gemaakt hebt? Heren, wij bidden u voor Hans en Lydia Bentham en hun kinderen. Nu de vader van Lydia, een opa, is overleden in de leeftijd van 80 jaar. Heren, wij willen u bidden of u er wil zijn in het verdriet, in het gemis, de lege plek die nu achterblijft. En wilt u, familie Bentham, hier alles geven wat nodig is in deze tijd? Geef dat ze in deze verdrietige omstandigheden hun hulp van u mogen verwachten. En wilt u ook woorden van troost spreken tot hun hart? Wij bidden u voor onze broeder Diepeveen van de Spoorlaan. Nu uit onderzoek bleek dat hij kanker heeft. Heren, wilt u bij hem zijn en bij zijn vrouw en alle die om hem heen staan? Heren, wat een ernstige boodschap is dat. Wilt u geven dat hij in vertrouwen op u dit alles mag beleven? En dat hij zo ook kracht en nabijheid van u mag ervaren? Gaat u met hem mee en draagt u hem ook in de onderzoeken die nog plaats zullen vinden? Wij bidden u, Heren, voor de kleine Nina Hendriksen. Als ze in de aankomende week een hartonderzoek moet ondergaan. Heren, dat is ingrijpend voor zo'n jong leven. Wij bidden u of u wil geven dat alles goed mag gaan en dat ze ook rustig mag zijn. Zegent u haar ouders die haar zullen bijstaan. En Heren, laat zo ook het onderzoek een uitkomst mogen hebben, Heren, die ons mag verblijden. Wij bidden u voor zuster Houdijk. Nu ze in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Heren, wij danken u dat ze ook weer ontslagen werd uit het ziekenhuis en weer naar huis kon. Maar daarmee zijn de zorgen nog niet weg, Heren. Wilt u bij haar zijn in de pijn die ze heeft vanwege haar rug en de medicijnen die ze daarvoor moet gebruiken? Heren, wilt u geven dat daarin ook verbetering en verlichting mag komen? En wilt u haar in alle dingen leiden? Wij bidden u, Heren, voor zuster Janette de Kieviet. Wij danken u dat ze mag weten dat u bij haar bent. Ook in de omstandigheden die er zijn. En nu is gebleken dat haar hart een verminderde pompfunctie heeft. Heren, wilt u geven dat ze haar vertrouwen op u mag blijven stellen? Steeds weer opnieuw en kracht van u mag ontvangen, Heren. Wilt u spreken door de verkondiging van uw woord en vanuit haar eigen Bijbel, dag in dag uit, dat u zo heel dicht bij haar bent. En Heren, dat ze in deze omstandigheden het ook van u mag ontvangen en verwachten. Wij bidden u, Heren, voor anderen die we nu niet bij name hebben genoemd. Maar als we te maken hebben met ziekte en zorg, Heren, weest u ons nabij. Weest u met hen die psychische belastingen met zich meedragen. U weet hoe zwaar en moeilijk dat kan zijn. Heren, wilt u helpen dragen. Geef dat er ook goede hulp beschikbaar is. En wij bidden u, Heren, ook of u wil zijn met hen die in de ouderdom merken dat hun krachten minder worden. Dat we aan huis gebonden zijn geraakt. Heren, weest u ons dan nabij. Ook in het bijzonder in deze zomerperiode. Heren, geef dat we ook een taak mogen vinden in het gebed voor anderen. En weest u zo ook hen nabij. Heren, zo bidden wij u voor jong en voor oud. Zegent u ons in deze dienst. Zegen alle die een taak hebben in en rondom de eredienst van vanmorgen. En laat alles mogen gebeuren tot eer en verheerlijking van uw grote naam. Hoor ons uit genade alleen. Amen. Jongens en meisjes, wat fijn, hè? Vakantie. Ik denk dat jullie dat heel erg lekker vinden, dat je afgelopen week je laatste schooldag had. En toen kwam je thuis. En toen was het vakantie, zomervakantie. Nou heb je zomaar 6 weken vrij. En je gaat vast nog wel leuke dingen doen.
En ik denk dat jullie in de afgelopen weken, of misschien ook al wel ietsjes eerder, ook je rapport hebben gekregen. Wie van jullie heeft het rapport gekregen? Steek je vinger eens op. Ja, ik zie een heleboel vingers. De galerij ook. Ja, mooi. Je rapport. Wat staat er op zo'n rapport? Ja, daar staan cijfers op. Of misschien van die bolletjes die ingekleurd zijn. Dat is tegenwoordig ook wel eens zo. En daaraan kun je zien, ja, wat je nou nog een beetje moeilijk vindt. En ook wat al heel goed ging. Misschien dat je wel een heel mooi cijfer op je rapport had staan. Een 8 of een 9 of zo. Of dat alle bolletjes waren ingekleurd bij iets. Nou, dan kun je iets heel erg goed. Op zo'n rapport kun je dus lezen, ja, wat heel erg goed gaat en ook wat nog een beetje moeilijk is. Nou is het natuurlijk ook wel fijn als je dat niet alleen van je rapport weet aan het eind van het jaar, maar dat een juf of meester dat ook wel eens tegen je zegt. Doet hij dat wel eens? Heeft hij dat gedaan in het afgelopen jaar? Dat de meester, de juf, even langs je tafeltje kwam als jij druk bezig was met je sommen. En dat ze toen zei, joh, dat gaat goed, joh. Goed zo. Ga maar door. Dat is altijd fijn om te horen, hè? Zo'n compliment. Eigenlijk is dat nog fijner, denk ik, dan dat je het alleen maar op je rapport leest. Met van die bolletjes of zo'n cijfer. Als iemand het tegen je zegt met woorden, ja, dan komt het nog meer binnen. Nou, dat heeft David nou ook. We gaan in de Bijbel een psalm lezen, jongens en meisjes, waarin hij aan de Heere God vraagt. Heere God, ik weet wel dat u mijn God bent en dat u voor mij zult zorgen. Maar wilt u het alstublieft ook tegen mij zeggen? Dat u van mij houdt. En dat ik niet bang hoef te zijn voor al mijn vijanden. Wilt u het tegen mij zeggen, want dat helpt. Dan kan ik gerustgesteld zijn. Dan zal het beter gaan. En eigenlijk wil de Heere God dat nou vanmorgen ook tegen ons zeggen. Tegen jou en mij. Hij wil dat doen met wat we gaan lezen in de Bijbel. Denk aan je rapport, dan lees je het. Oh ja. Maar hij wil het ook zeggen. In je hart. Daar wil de Heilige Geest voor zorgen. Ik zorg voor jou. Jij mag bij mij horen. Ik heb je lief in de Heere Jezus Christus. Gemeente, wij gaan lezen Psalm 35. En we zingen na het lezen van de psalm ook de berijming van Psalm 35. Daarvan de versen 1, 11 en 13. Een psalm van David. Roep ter verantwoording, Heere, wie mij ter verantwoording roepen. Bestrijd wie mij bestrijden. Grijp het kleine en het grote schild. Sta op mij te hulp. Neem de speer in de hand. Sluit de weg af. Houd mijn vervolgers tegen. Zeg tegen mijn ziel, ik ben uw heil. Laat beschaamd en te schande worden wie mij naar het leven staan. Laat terugwijken en rood van schaamte worden wie kwaad tegen mij bedenken. Laat hen worden als kaf voor de wind, wanneer de engel van de Heere hen wegdrijft. Laat hun weg duister en spiegelglad zijn, wanneer de engel van de Heere hen vervolgt. Want zonder reden verborgen zij een kuil, hun net voor mij. Zonder reden groeven ze een kuil voor mijn ziel. Laat verwoesting over hem komen, zonder dat hij het merkt. Laat zijn net dat hij heimelijk spande hemzelf vangen. Laat hem daarin vallen met verwoesting. Dan zal mijn ziel zich in de Heere verheugen. Ze zal vrolijk zijn in zijn heil. Al mijn beenderen zullen zeggen, Heere, wie is aan u gelijk? U redt de ellendige van wie sterker is dan hij en de ellendige en arme van wie hem berooft. Misdadige getuigen staan tegen mij op. Ze eisen iets van mij waarvan ik niet weet. Ze vergelden mij kwaad voor goed. Ze willen mij van het leven beroven. Maar ik, waren zij ziek, dan was een rouwgewaad mijn kleding. Ik kwelde mezelf door te vasten. Mijn gebed kwam telkens terug in mijn binnenste. Alsof het mijn vriend was of mijn broeder, zo liep ik er steeds rond. Ik ging gebukt in het zwart gehuld als iemand die om zijn moeder treurt. Maar toen ik strompelde, waren zij verblijd en verzamelden zich. Ze verzamelden zich om mij heen. Zij waren kreupel en ik merkte het niet. Ze scheurden hun kleren en zwegen niet.
In hun eigen kring van huichelachtige spotters knarsetanden ze over mij. Heren, hoe lang zult u toekijken? Verlos mijn ziel van hun verwoestende daden, mijn eenzame ziel van de jonge leven. Dan zal ik u loven in de grote gemeente, onder machtig veel volk zal ik u prijzen. Laat over mij niet verblijden wie om valse redenen mijn vijand zijn. En laat niet heimelijk knipogen wie mij zonder reden haten, want over vrede spreken ze niet. Maar tegen de stillen in den landen bedenken ze bedriegelijke zaken. Ze sperren hun mond wijd open tegen mij. Ze zeggen, haha, ons oog heeft het gezien. U hebt het gezien, heren. Zwijg niet. Heren, blijf niet ver van mij. Ontwaak en word wakker om mij recht te doen, mijn God en heren, om een rechtszaak te voeren. Doe mij recht naar uw gerechtigheid, heren, mijn God. Laat hen zich over mij niet verblijden. Laat hen niet zeggen in hun hart, aha, wij hebben onze zin. Laat hen niet zeggen, we hebben hem verslonden. Laat beschaamd en tezamen rood van schaamte worden wie zich over mijn onheil verblijden. Laat met schaamte en schande bekleed worden wie zich tegen mij verheffen. Laat vrolijk zingen en verblijd zijn wie vreugde vinden in mijn gerechtigheid. Laat hen voortdurend zeggen, de Heere is groot. Hij vindt vreugde in de vrede van zijn dienaar. Dan zal mijn tong uw gerechtigheid tot uiting brengen. Uw lof, de hele dag.
Wij mogen straks antwoorden met Psalm 56 en daarvan het vijfde en het zesde vers. Psalm 56, vers 5 en 6 als antwoord op de verkondiging. Wij luisteren naar Psalm 35, daarvan vers 3b. Psalm 35, vers 3, tweede gedeelte. Zeg tegen mijn ziel, ik ben uw heil. En dat is ook het thema voor de preek. Ik ben uw heil. Dat heil, dat mag je zoeken bij God, is de eerste gedachte. Dat mag je vinden bij Christus. En dat mag je beleven door de geest. Ik ben uw heil. Zoeken bij God, vinden bij Christus en beleven door de geest. Gemeente, heeft u een lievelingspsalm? Zo'n psalm die voor u, voor jou van speciale betekenis is geworden. Heel wat kerkmensen die hebben dat. Want er zijn van die psalmen die soms voor je kunnen zijn alsof ze voor jou geschreven zijn. Ze verwoorden iets van wat in je hart leeft, van wat in je gedachten is. En dat raakt er ergens aan. Misschien heeft u dat gevoel wel als we hier in de kerk Psalm 42 zingen. Het hijgend herder jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. En dan gaat je hart meedoen, omdat je daar ook zo naar verlangt. Of het vijfde vers. Maar de Heer zal uitkomst geven. Hij die daags zijn gunst gebiedt. Ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. En als je het zingt of als je het hoort, dan word je er helemaal één mee. Ja, zo is het bij mij ook. Maar zou u nou ook zoiets kunnen hebben met Psalm 35? We hebben daarnet dat eerste vers gezongen. Twist met mijn twisters, hemelheer. Ga mijn bestrijderen toch tekeer. Wil spies, rondas en schild gebruiken om hun gevreesd geweld te fnuiken. En vers 11. O Heer, gij ziet het. Zwijg niet stil. Uw recht beslissen mijn geschil. Ontwaak. Treed toe tot mijn bescherming. Zou dat ook je lievelingspsalm kunnen zijn, gemeente? Zo uit je hart gegrepen? Ja, misschien als je in Oekraïne woont. En je gaat daar vanmorgen naar de kerk. Onder de dreiging van de raketten, de inslagen bij je in de buurt. En als je ziet wat de Russische legers doen tijdens de aanvallen. Een aanval op een kinderziekenhuis afgelopen week. Wreed. Ja, dan kun je het misschien zingen, toch? Vanuit je hart. Ga Heere, mijn strijders tekeer. Bescherm ons, strijd voor ons. En misschien ook die broeder of zuster die in de afgelopen week in de rechtbank stond. Ergens in een land waar er vervolgingen zijn. En die daar in een schijnproces werd veroordeeld. Dat die het dan zingt. O Heer, gij ziet het. Zwijg niet stil. Uw recht beslissen mijn geschil. Ontwaak, treed toe tot mijn bescherming. Ja, dat is zo heerlijk aan de psalmen. Er is altijd wel een situatie waarin je ze zo kunt zingen. Maar gemeente, hoe is dat voor u vanmorgen? Hoe komt dat nou bij je hart vanmorgen voor ons hier in het Vrije Westen, deze psalm? Die vijanden die het op de dichter gemunt hebben. Hebt u vijanden? En jij? Kijk, bij een vijand denken wij vaak aan een persoon die het leven je zuur maakt. Is er zo iemand? Het kan. Misschien denk je wel aan die ene
persoon in je omgeving die voortdurend narigheid over je rondstrooit, roddel, achterklap, slechte dingen, of die leidinggevende op je werk die sinds dat hij daar is gekomen je daar nog maar uit probeert te werken, of die jongen op school die voortdurend je het gevoel hebt dat jij er niet bij hoort. Het kunnen je vijanden zijn. En als je er weer eens middenin zit, dan in het gepest en in het geroddel en in het gedoe, dan kun je gaan zingen. Heer, u ziet het, ga mijn bestrijdenstocht tekeer. Maar dan kan het ook zijn dat u vanmorgen bij dat woordje vijanden nog wel aan iets anders denkt. Misschien geen mensen op die manier, maar omstandigheden. Die je als vijandig ervaart, die ziekte die zich in je lichaam heeft geopenbaard. En je voelt nog, als je eraan terugdenkt, wat het met je deed. Dat moment dat de arts je vertelde in het ziekenhuis. Het is niet goed. Alsof er een dolk in je hart stak. Een vijandige dolk. En er kwam zo'n zwaar gevoel over je heen. Alle grond werd onder je voeten vandaan geslagen. Vijandigheid ervaar je. En de pijn die je hebt, het is je vijand. Het ongemak, de handicap. En ook die vragen. Zal ik nog beter worden? Wat als het nou allemaal verslechtert? Of je denkt aan de vijand van een psychische belasting. Lasten die je meedraagt vanuit het verleden, in het heden. En ze zijn er elke morgen en elke avond en ze maken het je zo moeilijk. Er gaat dreiging van uit. Je bent angstig en onzeker. Of de vijand van je financiële zorgen. Die steeds maar opnieuw aan de deur klopt. En je moet er steeds opnieuw aandacht aan geven om de eindjes aan elkaar te knopen. De vijand van een verslaving. Die er steeds weer is en je in de greep heeft. En je komt er niet van los. Je moet hem dienen. Ja, gemeente, het kunnen doodsvijanden zijn. Zo spreekt de catechismus erover in zondag 52. Daar worden 3 doodsvijanden genoemd. Dat zijn vijanden die horen bij de dood, bij het rijk van de dood, bij de duisternis. En die hebben hun aanvallen op ons leven. De duivel, de wereld en ons eigen hart. Zo noemt de catechismus dat. Daar heb je als christen steeds weer opnieuw mee te strijden. Een geestelijke strijd. Die zonde die er steeds weer is. Je wilt er tegen vechten, je er tegen verzetten, maar het lukt je niet. Het is je te sterk. Je gaat er zo weer in mee. En de duivel die allerlei aanvechtingen op je pad brengt. Die maakt het je moeilijk om te vertrouwen op de Heer. Die probeert voortdurend de boel te ondergraven. En de wereld, met alles wat daarin zo aantrekkelijk lijkt. Een christen wordt geroepen om heilig te leven, om je leven te wijden aan de Heer en aan zijn dienst en aan zijn woord. Maar wat trekt die wereld? Met zijn feesten en zijn muziek en zijn vrijheden en zijn mogelijkheden. Oneindig lijkt het en je gaat er zo in mee. Nou gemeente, als we nou eens tegen deze achtergrond Psalm 35 lezen. Gaat er dan iets? Bij u van binnen resoneren. Twist met mijn twisters, hemelheer. Ga de strijd aan. Met dat kwaad waar ik steeds zo'n last van heb, waar ik steeds aan bezwijk. Sta op, Heer. Kom me te hulp. Nu alle hoop me is ontvallen, help me in mijn ziekte, in mijn angst, in mijn zwakheid. Ja, en dan ook onze tekst. En zeg dan tegen mijn ziel, ik ben uw heil. Weet je, dat is waar David om bidt. David is op zoek naar heil. Redding, verlossing betekent dat. Van David is deze psalm.
We weten niet precies in welke situatie hij heeft verkeerd toen hij deze psalm heeft gedicht. Maar dat er vijanden in zijn leven zijn, ja, dat hoeft ons niet te verbazen. Want u kunt zijn leven erop naslaan in de boeken van de profeet Samuel. En dan zult u lezen dat die er steeds weer opnieuw zijn in het leven van David. Dat is al vanaf het allereerste begin zo. Wanneer hij aan het hof van koning Saul is gekomen. En dan moet hij op een zeker moment voor hem vluchten. Er zijn heel wat uitleggers die zeggen dat deze psalm ook over die tijd gaat. Hij past er in ieder geval heel goed bij. David die aan het hof van koning Saul kwam. Maar als het Saul duidelijk wordt dat zijn koningschap niet zal blijven bestaan. Maar dat het over zal gaan naar David en diens kinderen. Ja, dan richt zijn woede zich steeds meer op David. En dan moet David vluchten. Dan wordt hij opgejaagd als een patrijs op de bergen, staat er in 1 Samuel 26. En dat niet omdat hij wat ergs heeft gedaan. David heeft geen coup willen plegen of zo. Hij heeft Saul niet van de troon willen stoten. Nee, hij heeft niets verkeerds gedaan. Het is zonder reden dat hij wordt vervolgd. Het is met list en bedrog dat ze hem willen pakken, dat ze een net voor hem hebben gespannen. En hij zit in het nauw. Geen uitkomst meer, of ja toch. Hij gaat bidden. Weet je, wat doen wij als onze vijanden het ons moeilijk maken? Waar zoek je het? Zoek je je heil dan in wat van mensen is? In medicijnen, in de behandeling van de dokter? Therapieën, misschien wel alternatieve middelen? Moet een behandelaar het voor je opknappen? Waar zoekt u uw heil, gemeente? Ook als het gaat over die zonde, die verleidingen waar je voor bezwijkt. Zoek je het in eigen kracht? Zeg je van nou ga ik er echt werk van maken? Zoek je het in je eigen discipline? Waar zoekt u uw heil? Kijk, gemeente, al die middelen, medicijnen en behandelingen en therapieën, die kunnen middelen in Gods hand zijn. Zeker. Tot verbetering, misschien wel tot genezing. Maar dat zijn ze natuurlijk alleen maar op die manier. Wanneer je dan boven alles uit je hulp en heil bij God zoekt. Dat je vooral van Hem afhankelijk weet. Dat je voortdurend beseft, mijn leven ligt in zijn hand. Dat heb ik niet in de hand. Dat hebben anderen ook niet in de hand. Mensen vallen soms ook bitter tegen. Nee, het is zoals een andere psalm het zingt. Het is beter als we om redding wensen te vluchten tot des Heren macht, dan dat men ooit vertrouw op mensen of zelfs van prinsen hulp verwacht. Kijk, gemeente, dat heeft David in zijn leven geleerd. Dat heeft hij al geleerd toen hij nog een kleine jongen was en de schapen van zijn vader moest hoeden. Toen vocht hij tegen een leeuw en een beer. En hij getuigt er later van dat het de Heere was die hem toen redde. En dat weet hij nou nog steeds. En wij? Heeft u dit geleerd in uw leven? Die afhankelijkheid? En daarmee ook je eigen kwetsbaarheid en zwakheid? En dat je het van andere mensen ook niet verwachten moet? Maar dat je het moet verwachten van de Heere alleen, die Almachtige, die hemel en aarde geschapen heeft en die alle macht heeft in hemel en op aarde. Ja, je kunt natuurlijk niet bij een beter adres zijn dan bij Hem. Te meer dat je het niet alleen van Hem verwachten moet, maar het ook van Hem verwachten mag. Want gemeente, David noemt hem in deze psalm niet voor niets, steeds weer Heren met hoofdletters. Dat is de God van het verbond. Dat is, mag ik het zo zeggen,
De God die al op je staat te wachten. Die zijn oor al neigt. Hoor ik hem, haar bidden? Hij die zijn belofte heeft gegeven. Dat heeft hij toch ook in uw leven gedaan? Bij je doop al. En hij doet het steeds weer opnieuw, hij herhaalt het. Elke keer hier in de kerk bij zijn woord. Ik ben uw God. Ik ben uw heil. Ja. En toch. Gemeente, zoek David hier nog iets meer. Niet nog iets meer. Want hoe staat het er nou precies in onze tekst? Zeg tegen mijn ziel, ik ben uw heil. Oftewel, Heere God, wilt u persoonlijk tegen mij zeggen, tegen mijn ziel zeggen, ik ben uw heil. Hij wil het heel persoonlijk weten. Hij wil het persoonlijk ervaren. Het moet en kan maar niet een uit het hoofd geleerd lesje zijn. En blijven. Je bent van God afhankelijk, dus zoek je heil bij hem. Nee, David die wil dat doorleven. Hij wil het horen in zijn ziel. Waarom is dat nou zo belangrijk voor hem? Nou, ik denk allereerst omdat David dus kennelijk ook iemand is die twijfels kent. Anders bid je toch niet op deze manier? Zeg tot mijn ziel, ik ben uw heil. Dat is eigenlijk best geruststellend, toch, of niet? Dat zelfs zo iemand als David, die dat ook al van kinds af aan geleerd heeft, en die echt wel leeft bij die afhankelijkheid van de Heere, die dat echt wel beleidt, maar dat zelfs zo iemand het ook steeds weer opnieuw moet krijgen. En ook steeds weer opnieuw zijn twijfels heeft. Spurgeon zegt bij deze tekst: laat ik maar goedsmoed zijn, dat ik niet de enige gelovige ben die over kleingelovigheid klaagt. Als David twijfelde, hoef ik niet te denken dat ik geen christen ben, omdat ik twijfels ken. Hoort u dat? Als David al twijfelde, dan mag het ons tot bemoediging zijn. Dan is het echt niet zo dat als wij twijfelen, dat het dan in één keer helemaal niks meer is. De gemeente David die wil het heel persoonlijk horen, dat de Heer het tegen hem zegt: ik ben uw heil en ik zal je beschermen, ik zal je rechtszaak voeren. Kijk gemeente, er is in het geloof iets van gezamenlijkheid. Geloven, dat hoeft u niet alleen te doen, dat mag u samen met anderen doen, met de mensen die ons van voren gaan, uit vroegere tijden, en ook met de mensen waarmee we vanmorgen in de kerk zitten, om maar even zo te zeggen. Je broeders en zusters in de gemeente. Je wordt aan elkaar gegeven. Er is iets van gezamenlijkheid. Maar er is ook dat hele persoonlijke. Dat het tussen jou en God gaat. Zoals je ook eenmaal zelf zult staan voor de rechterstoel van God. Dan kun je niet met het geloof van een ander toe. Dan kun je niet zeggen, ik heb het geloof van mijn ouders meegekregen. En daarom altijd netjes gebeden, netjes gelezen in de Bijbel, netjes geleefd. Nee gemeente, het gaat om onze persoonlijke verhouding tot hem. En dat is waar het David ook om te doen is. Hij noemt de Heere bij zijn verbondsnaam. Heeft het van huis uit geleerd dat hij afhankelijk van hem is. Maar waar het hem nu in deze omstandigheden om gaat, is dat heel persoonlijke. Zeg tegen mijn ziel, ik ben uw heil. Ik heb u nodig. Mijn ziel verlangt zo sterk naar u. Al mijn hoop is op u gevestigd. Want mijn vijanden zijn veel te sterk. Spreek tot mijn ziel. Zeg haar, ik ben uw heil alleen. Maar gemeente, wat heeft David dan eigenlijk nodig? Kom ik bij het tweede.
David die bidt eigenlijk in deze psalm om drie dingen. Hij vraagt allereerst of de Heere voor hem wil strijden. Dat is het begin van de psalm, vers 1 tot en met 3. Maar hij bidt ook, als tweede, of de Heere hem wil redden. Strijden en redden. Leest u maar in vers 17 bijvoorbeeld, ook op andere plaatsen. Heere, hoe lang zult u nog toekijken? Verlos mijn ziel van hun verwoestende daden. Mijn eenzame ziel van de jonge leeuwen. En dan ten derde bidt hij ook om recht. Gerechtigheid tegen al het onrecht in. Vers 23. Ontwaak en word wakker om mij recht te doen. Mijn God en Heere, om een rechtszaak te voeren. Strijd. Heere, wilt u de strijd aangaan? Wilt u mij verlossen en in de vrijheid zetten? En wilt u recht doen? Dat zijn de drie dingen. En waar bid je dan eigenlijk om, als je dat bidt? Ja, dan bid je eigenlijk om Christus. Om de Messias van God. En gemeente, dat zit nou eigenlijk al in vers 3. Dat kunt u zo niet zien in uw Bijbel. Maar als je het gaat lezen in het Hebreeuws, dan staat er ook dit. Zeg tot mijn ziel, uw Yeshua, uw Jezus, ben ik. David bidt om verlossing van zijn vijanden. En dat zal voor hem heel concreet zijn geweest. Net zoals onze vijanden ook heel concreet kunnen zijn. Die ziekte, dat trauma, die boezemzonde, die aanvechting. Maar gemeente, omdat onder Davids gebed daar zit nog iets diepers. Hij bidt eigenlijk om een verlossing die verder gaat dan alleen maar voor dat ene moment. Gemeente, Davids verlangen komt voort uit een veel dieper verlangen naar redding. Het komt voort uit een schepping die als in barensnood zucht. Zoals dat voor ons ook is. En op het moment, gemeente, dat je dan gaat bidden en aan de Heere vraagt om hulp, om redding, eigenlijk verlang je dan naar het paradijs. Naar hoe het ooit was. Dan geef je eigenlijk aan, als je je nood klaagt bij de Heere, hoezeer je lijdt aan de zonde en de gevolgen die dat heeft. Maar dan mag je ook verlangen naar de verlossing die een naam heeft gekregen. De Verlosser, de Heere Jezus Christus. Want wat David zo nog niet wist, niet kon weten, dat weten wij wel. David bidt of de Heere de strijd wil aangaan in zijn plaats, want het is hem veel te machtig en veel te veel allemaal. Strijden, maar dan zie je Davids zoon, Jezus Christus, zijn kruis weggaan. De Via Dolorosa, de weg van het lijden. En hij draagt de kruisbalk op zijn rug en hij wordt er op Golgotha aangenageld. En gemeente, daar strijdt hij onze strijd. Een strijd die u en ik nooit kunnen winnen. Daar strijdt hij de strijd tegen duivel, wereld en je eigen vlees. En het wordt aan het kruis genageld. Er wordt mee afgerekend. Je oude ik gaat mee het graf in als Jezus begraven wordt. En het is weg. Bestaat voor hem niet meer. Je mag in Christus eruit opstaan. In een nieuw leven. Een leven waarin de zonde je niet meer wordt aangerekend. En gemeente David die bidt om recht.
Nou, langs deze weg bewerkt Jezus gerechtigheid. Hij doet recht aan Gods recht. Het is dankzij zijn offer dat hij zijn leven geeft in uw en mijn plaats, dat er recht is en recht komt voor God. En dat wij vrijgesproken worden van alles. Hij zegt het aan het kruis. Het is volbracht. Het is gedaan. Ik heb het gedaan voor jou. En dankzij zijn opstanding zegt God de Vader het ook. Ja, mijn zoon, het is volbracht. Hij bevestigt dat in de opstanding. Vooral degene die aan je gegeven zijn en voor een ieder die in hem gelooft, is het volbracht. Ieder die net als David op hem het vertrouwen stelt, naar hem uitziet, hem nodig heeft en dan gaat bidden. Heere, zeg tot mijn ziel, ik ben uw heil, ik ben uw Yeshua. Mijn Jezus. En David bidt of de Heer hem zo wil verlossen en in vrijheid wil zetten, dat is derde. Nou gemeente, dat wil de Heer doen in het leven. Hij wil het doen in dit leven soms. Met zijn macht en zijn majesteit, dat hij je genezing geeft. Dat hij je beschermt, dat hij je bewaart voor erger. Die psychische last die ook opeens lichter wordt, die je opeens beter dragen kunt. Je maakt het soms mee dat hij de aantrekkingskracht van verleidingen voor je wegneemt. Dat hij je innerlijk losmaakt van wat je in de wereld zo aantrekt. Maar nog veel meer verlost hij je van al je aanklagers. Van de beschuldigingen die de duivel op je afvuurt. Jij bent te zondig. Het kan voor jou toch niet zijn. Jij maakt er een puinhoop van. Jij valt door de mand. Maar gemeente, dan zegt Jezus nee. Want ik heb hem, haar, vrijgekocht. Uit de macht van de duivel. Ze is vrij, hij is vrij. En behoort mij toe. Gemeente, begrijpt u dan dat David het zo bidt? Heere, God van het verbond, zegt u het zelf tot mijn ziel. Ik ben uw heil. Ik ben uw Jezus. Verlangt u ernaar dat u dat ook voor uzelf zo heel zeker weet? Gemeente, als u ernaar verlangt, dan bent u al te feliciteren. Wel gelukzalig. Want dan word je zalig. Als je dat zoekt bij hem. Maar hoe kom je er dan toe? Dat verlangen in je leeft. Kijk, ik zei al, David die heeft in zijn leven van jongs af aan geleerd dat hij afhankelijk is van de hulp en de bijstand van God. Maar hij heeft ook nog meer geleerd. Hij kent ook zichzelf. Hij heeft over zichzelf geleerd dat hij het zelf niet heeft en dat hij het ook steeds krijgen moet. Zijn vertrouwen op God, dat is maar dunnetjes. Als de omstandigheden ingewikkeld worden, zoals met die vijanden, dan wankelt het. Gemeente, geloof, dat kun je niet maken. Kun je bij jezelf niet opwekken. Dat moet God geven. Dat moet hij in je opwekken, in je wakker maken. Dat je van binnen van dood levend wordt, want daar heb je het dan over. Dat hij dan tegen je ziel zegt, ontwaak gij die slaapt. Sta op uit de dood en Christus zal over je lichten. Maar hoe wekt hij dat dan in je op? Hoe legt hij dat nou in je hart? Nou, langs twee wegen. Allereerst door zijn woord. En dan maak ik even een grote stap. Zijn woord is Christus. En dat is de verkondiging van Christus werk en naam. En die verkondiging, gemeente, dat is een oproep. Dat is een appel op uw hart. Je hebt Jezus nodig. Heb je hem al? Zo niet, dan ben je in doodsgevaar. Als je zonder hem sterft.
ga je eeuwig verloren. Dan winnen je vijanden. Je hebt Jezus nodig. Je hebt heil nodig. Zijn redding. Die je jezelf niet kan brengen. Maar er is een strijder. Een twister. Die twist met al je belagers. Het is Jezus. Gods eigen zoon. En je kunt hem krijgen ook. Ja, u kunt hem krijgen ook. Dat is niet ver weg. Dat is niet een bijna onmogelijke zaak. Nee, Paulus schrijft het. Dicht bij u is dat woord. In uw mond en in uw hart. Dit is het woord van het geloof dat wij prediken. Als u met uw mond de Heer Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, dat hij voor je gestreden heeft, dan zult u zalig worden. Dat is het woord. Zalig door het geloof. Maar hoe kom je eraan? Nou, dat brengt ons tenslotte bij het derde. Beleven door de geest. Het is niet alleen zijn woord, dat is de ene weg. Maar er is ook nog een tweede weg. Dat God het geloof werkt, namelijk door zijn Heilige Geest. En gemeente, eigenlijk is dat het waar David om bidt, denk ik. Spreek tot mijn ziel. Dat is iets van binnen. Zeg het persoonlijk. Dat ik het helemaal mag weten en geloven. En dat er niks meer tussen zit. Dat alle twijfel wijkt. En dat ik me helemaal aan u kan toevertrouwen. Spreek tot mijn ziel. Ja, en gemeente, dat doet God zelf. Dat kunnen we niet afdwingen. Dat is het waar een dominee om bidt als die aan de voet van de kansel staat voor de dienst, bij het stilgebed. Want dat kan een dominee ook niet. Het is het soevereine werk van God en van zijn geest. Hij gaat daarover. Hij is daar vrij in. Gemeente, als het woord van God niet buiten je blijft, maar het bij je binnenkomt. Of misschien moet ik het anders zeggen. Als jij zelf niet buiten dat woord van God blijft staan, maar je het persoonlijk gaat lezen, alsof het voor je geschreven is. Als je in het woord van God je eigen hart en leven verklaard vindt, opgeklaard vindt. Als je daarin gaat zien en al meer gaat zien hoe ook de wereld waarin wij leven, ook die van vandaag, erin verklaard wordt. Er gaat licht overheen vallen. Je gaat het zien en begrijpen. En het wordt van jezelf. Gemeente, dan is de geest aan het werk. Als zo'n psalm je lievelingspsalm wordt. Omdat het op een of andere manier uit je hart gegrepen is. En telkens als je hem leest of als je hem zingt, dan is het alsof er contact is. Tussen hemel en aarde, tussen jouw hart en zijn hart. Dat is het werk van de geest. Gemeente, is psalm 35 vanmorgen dan wat gestegen in uw lijstje met lievelingspsalmen? Als je in die vijanden dan plotseling dat ene ontdekt. En dat je dan het woord hoort en je leest. Zeg tot mijn ziel. Ik ben Yeshua. Je Jezus. Hij is het gemeente. Hij wil het voor u zijn. Mijn Jezus, mijn Redder, niemand is zoals u, die je redt van al je ongerechtigheden, die je leven verlost van het verderf en het vernieuwt als van een arend. Hebt u hem lief?
Is er ergens in je hart een verlangen daarnaar? Naar die heelheid, die volkomenheid. Nadat het echt goed is en goed komt. Meneer, laat dat verlangen gericht worden en zijn op hem. Verwacht het dan van niets en niemand anders dan van hem alleen. En Heer, spreekt hij dan tot je ziel? Ik hoop dat hij het vanmorgen doet. Ik kan het u niet geven. Maar hij kan het in je hart dragen. Als het niet gebeurde, wilt u dan niet weggaan, maar bij hem blijven? En blijven zoeken. Wilt u dan bidden of de Geest het ook jou wil geven? In je hart. En als het wel gebeurde, doe je dan wat David ook doet en zich voorneemt. Want dan mag je met lofprijzing en aanbidding eindigen. Vers 9. Dan zal mijn ziel zich in de Heere verheugen. Mijn ziel, hoort u? Ze zal vrolijk zingen in zijn heil. Zingen om het heil van de Heer. Maar dan blijft het misschien toch nog ergens buiten je. Zingen in het heil van de Heer, omdat je er helemaal in opgenomen werd. Omdat het ook voor jou is. In Christus. Door zijn geest. Dan mag je eindigen met de roem op Gods naam. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord, want ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Amen.
Zullen we danken en bidden. Heer, zo hebben we het uit uw eigen mond gehoord. En Heilige Geest, u heeft uw werk willen doen, ook vanmorgen weer. We waren in de werkplaats van u, van uw geest. En we danken u, Heere, dat u tot onze ziel wil spreken. Het is het woord van het evangelie, Heere, dat verkondigd mag worden hier bij ons en ook wereldwijd. Laat uw woord ook zijn loop hebben op deze zondag, overal in deze wereld, dichtbij en ver weg. Maar Heere, laat het ook weerklank mogen vinden. In harten van mensen. Want als u spreekt, Heere, als u persoonlijk spreekt, als er niks meer tussen zit, Heere, dan is het zo goed. Dan proeven we en smaken we dat u goed bent. Heere, geef dat we dat mogen beleven en ook steeds weer opnieuw mogen beleven. Dat we dat ook uit ondervinding kennen en vanuit die persoonlijke beleving dat ook door mogen geven aan anderen. En Heere, dan geldt ook daarvan dat we dat doen en dat we het een ander niet kunnen geven. Maar zegent u ouders in het voorleven van hun kinderen in deze dingen. En zegent u kinderen in het voorleven van deze dingen voor hun ouders. Wij bidden u, Heere, of u ons dat ook wil geven in de kringen waarin wij komen door de week. Op ons werk, als we onder familie zijn. Heere, dat het aan ons te merken mag zijn. Dat u tot onze ziel hebt gesproken. En dat het persoonlijk is. Persoonlijk overtuigd door uw geest. En Heere, wij bidden ook voor hen die dat nog niet zijn. Voor wie het iets is buiten henzelf. Heere, wij bidden u voor jongeren die daarin soms veel vragen kunnen hebben. Hoe wordt het nou van mezelf? Wilt u ze leiden, Heere? En wilt u met uw Heilige Geest in hun hart en leven werken? Wij bidden u, Heere, voor jongvolwassenen die midden in het leven staan, met alles wat daarin ook op en af komt, de drukte die het geeft, ook de aantrekkingskracht die er is. Heere, wilt u ons trouw maken aan u en aan het volgen van u? En al datgene wat daar niet bij hoort en bij kan horen, dat we daar ook tegen zullen strijden. Niet in eigen kracht, maar in uw kracht. Heere, ga zo met ons mee als we hier vandaan gaan. Wilt u hier met ons zijn op deze zondag? We ontvangen het als een geschenk, de rustdag van u. Geef dat we het zo ook mogen ervaren en breng ons dan vanmiddag weer hier in uw huis. Als opnieuw uw woord verkondigd wordt, Heere, dan mogen we opnieuw eten van het geestelijk voedsel. Wilt u zo ons uw zegen geven? Hoor naar ons bidden en aanvaard onze dank in Jezus' naam. Amen. Wij zingen tot slot, gemeente, uit Psalm 85, het derde vers.
Ga heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.